Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een granny square maken met een African flower erin. Dus we beginnen met de African flower en daaromheen gaan we een vierkant haken. We beginnen met gewoon restjes wol. Het maakt niet uit als je een beetje de naalddikte aan, dezelfde naalddikte aanhoudt. Dan kan je mooie restjes wol mee opmaken. Je hebt nodig 4 kleurtjes garen. Geel wordt het midden van de bloem. Dan gaan we met lichtroze de bloemblaadjes doen. Met wit een randje. En met zeegroen de granny square. Dus het vierkantje eromheen. Je hebt nodig een stopnaald. Een schaartje. En we beginnen met haaknaald nummer 4. We beginnen met de magische ring. Je legt je bolletje van je af. En je houdt de draad in je handpalm. Dan draai je je hand en je pink, daar houd je dit draadje mee vast. Dan draai je nog een keer eromheen. En je pakt je lus op. En het draadje trek je naar onder de draad door. Dan hou je met je duim de magische ring goed vast. En dan zet je nog 3 lossen erop. 1, 2, 3. Dan ga je in de magische ring. Kijk, die hou je zo dat het draadje ook goed naar beneden hangt. Dan zet je hier nog een stokje in. Het handigste is als je je duim dus hier vasthoudt bovenaan. Dus dit was het stokje. Dan weer 2 lossen. 2 stokjes. Twee lossen, 2 stokjes, 2 lossen, 1, 2, 3, 4 groepjes nu. Dus we zijn op de helft. Maar we hebben, omdat hier een granny een vierkant aangehaakt wordt van deze African flower, hebben we nu geen 6 groepjes van 2 nodig, maar 8 groepjes. Dus nog 2 lossen. 2 stokjes. 2 lossen, 2 stokjes en zo ga je tot het einde van de toer verder. Je kan een beetje aan het draadje trekken, maar dat hoeft nog niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus je zet er nog 2 groepjes bij en dan zie ik je dadelijk weer terug. We zijn nu op het einde van de toer aangekomen met de 8 groepjes van 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes, 2 lossen. Dan zetten we bovenaan de toer, sluiten we de toer met 1, 2 op de derde lossen. Dan sluiten we de toer en het liefst 2 lusjes pakken. Je haalt je draad op. En met een halve vaste, dus door 2 lusjes, sluit je de toer. En dan kan je hier aan het onderste draadje trekken. Want dan wordt de bloem het midden mooi gesloten. Omdat we nu verder in deze openingen gaan we weer bloemblaadjes zetten. Maar dan 2 stokjes, 2 losse, 2 stokjes in deze opening. Maar we moeten de draad even doorwerken, dus we zetten met een halve vaste op het eerste stokje even de draad door, 2, zodat je de draad doorhaalt. En dan zijn we in deze opening en dan haal je weer de draad door, 2, of gewoon door. Dan heb je 2 lusjes op je haaknaald en dan ga je het volgende kleurtje pakken.
En in dit geval was dat roze. Die trek je door die twee draadjes. Je laat één draadje loshangen en die haken we dadelijk mee. Dan gaan we drie losse maken. 1, 2, 3. En je trekt even aan het gele draadje. Zo. Dan gaan we weer een stokje in die opening zetten. En twee losse. En dan in diezelfde opening. En we nemen dit draadje mee, want dan is het mooi afgewerkt. Gaan we nog twee stokjes zetten. 1. 2. En het begindraadje, dat laat je bovenaan hier meelopen, zodat het mooi afgewerkt is. Dan ga je naar de volgende opening. Daar zet je weer twee stokjes in. Twee lossen. En twee stokjes. En de gele kunnen we nu afknippen. En dan gaan we weer door naar de volgende opening. Daar zet je weer twee stokjes, twee losse twee stokjes. En nu heb je dit draadje genoeg meegenomen, dan kan je dit al afknippen. Ik zal het even beter laten zien. Dit is al afgewerkt, dus dat kan je gewoon netjes afknippen. Dan naar de volgende opening. En dan zet je weer twee stokjes, twee losse. Twee stokjes in. En zo eindig je straks de hele toer, of dan ga je de hele toer mee rond met 1, 2, 3, 4. En dan heb je nog 4 openingen. 1, 2, 3, 4. Waar je twee stokjes in moet zetten en twee losse. En dan zie ik je op het eind van de toer weer terug. We zijn nu op het eind van de toer. En we sluiten de toer met 1, 2 op de derde losse. Met een halve vaste. Dan gaan we de draad naar deze opening werken. Dus we zetten hier de naald in. De haaknaald, we halen de draad op. En we zetten hem vast met een halve vaste. Dan gaan we in elke opening 5 stokjes maken. 1, 2, 3 losse, deze telt mee als een stokje. Dus nu nog 4 stokjes. 2. Dit is 1, 2 stokjes is 3. Want de eerste telt mee. 4. 5. En daartussen zetten we een losse. Dan weer 5 stokjes in elke opening. 1. 2, 3, 4, 5 en een losse. Dan weer in deze opening, niet hierin. Je moet echt de opening van het V'tje hebben. Daar weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5 en een losse.
En weer in die V-steek, of in die opening, weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5. En weer een losse. En zo maak je de hele toer af. Dus dan krijg je dit als resultaat. En dan moet je er 8 op het eind overhouden. En ik zie je weer terug op het eind van de toer. We zijn nu aangekomen op het eind van de toer. En als het goed is, heb je 8 waaiertjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je doet nog 1 losse. En we sluiten de toer op de 1, 2, derde losse van de voorgaande toer. Met een halve vaste. En nu moeten we met een ander kleurtje gaan beginnen. Dus we pakken het voorgaande kleurtje. Of het volgende kleurtje. We hadden wit gekozen. En dan zetten we weer even goed nadenken. Deze moet een vaste worden, dus we pakken deze eerst een lus met de volgende kleur. Eerst een lus maken. Dan zet je die lus eerst op je haaknaald en dan de kleur van de voorgaande toer. De draden even achter het werk houden. Zo. En nu gaan we een toer vaste maken. En we halen de draad op. En we halen hem door 2. En we trekken even aan de roze draad. Zo. Dan leg je weer die draad, allebei de draden, hierbovenop. En dan haak je ze gewoon mee. En het moet een toer met allemaal vaste worden. Dus je steekt in, je haalt je draad door en door 2. Dit is de tweede. Je steekt in, je neemt die 2 draden mee. En je zet hem vaste op elke voorgaande stokje. Dus dan moeten we 5 vaste hebben. Nu gaan we een verlengde vaste maken. En dat betekent dat we hierin moeten steken. Dus niet de voorgaande toer, maar de toer daarvoor. Daar steek je in. Je haalt je draad op en je haalt hem een beetje losjes. En je haalt je draad weer om de naald. En je trekt hem door als een vaste. Dit is dus de verlengde vaste. En dan gaan we nog een toer maken. Dan knip ik vast even de draadjes iets korter. Dat je het roze kan je alweer wegleggen. Die heb je niet meer nodig. En dan gaan we weer in elke vaste, of elke voorgaand stokje gaan we een vaste zetten. Dus 1. 2, 3, 4, 5, kijk, en dit draadje laat je nu achterhangen. Dan ga je weer een verlengde vaste maken, hier dus in. En in elke voorgaande stokje zet je een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. En dan weer hierin draad ophalen. En een verlengde vaste. Wil je op het voorgaande stokje nu een vaste zetten dan, en je kan deze moeilijk vinden, deze, de eerste, dan schuif je een beetje die verlengde vaste opzij en dan ga je het eerste stokje, want anders kom je niet aan 5 vaste. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En zo word je, kijk, deze kan je afknippen, want die heb je net meegehaakt.
als je veel naar mijn video's kijkt, dan ja, tussendoor gooi ik gewoon wat tips doorheen en dan ja, kan je die altijd op een later tijdstip nog gebruiken. Want als je zegt, nou, dat vind ik nog te ingewikkeld, dat doe ik nog wel een keer leren, dat kan ook altijd. Je kan de video ook altijd iets langzamer zetten of gewoon stop. En nou ja, nu gaan we doorhaken tot het einde van deze toer. En het einde van de toer is, je eindigt met een verlengde vaste. Maar voordat we daar zijn, help ik je nog even op weg. Tot zo. We zijn nu aan het einde van de toer van de vaste en de verlengde vaste. Dus we zetten nu nog op het laatst in deze opening een verlengde vaste. En we sluiten de toer in die vaste. En zo zijn we al een heel mooie, hebben we een African flower. Dit is al de African flower. En omdat we een vierkant willen maken, we gaan een African flower in een vierkant maken, gaan we nu dus weer de draad aanhechten. En we gaan nu dus even kijken hoor, 5 vaste en 2 stokjes en 2 dubbele stokjes maken. Nog even spieken hoe dat we doen. 1, 2, 3, 4, 5 vaste. En 1, 2, 3 gewone stokjes. En op de verlengde gaan we een dubbel stokje maken. Maar we pakken eerst even het andere kleurtje en we hechten deze draad even af. En dan zie ik je zo terug. We hebben nu de Afrikaanse roos klaar. En we gaan nu met het vierkantje eromheen beginnen. Dus je maakt even een lusje. We beginnen bij een verlengde V-steek. En dan maken we even 1 losse voor het begin van de toer. Dan zetten we nog 2 vaste op elke vaste van de voorgaande toer. En dan gaan we even terugtellen vanaf de V-steek hierin. Hier moet een dubbel stokje komen. Hiervoor een enkel stokje en hier een half stokje. Dus we gaan nog 1 vaste, dan een half stokje. Dan een gewoon stokje. En dan een dubbel stokje. En die dubbele, die moet uitkomen op die verlengde. Vaste. Dan doe je 2 losse. Dit is de hoek. Dan doe je weer een dubbel stokje in diezelfde, in de verlengde vaste. En dan weer in de volgende steek een stokje. En in de daaropvolgende steek een half stokje. En dan gaan we, ik denk 7 vaste, maar dan moeten we even doortellen hoor. Dit is 1. Dit is 2. Dit is 3. Dit is die verlengde, dit is 4. Dit is 5. Dit is 6. Dit is 7. En nu gaan we weer even terugtellen vanaf die verlengde. Dit wordt een dubbele, dit wordt een gewoon stokje en dit wordt een half stokje. Dus we gaan nu een half stokje doen. Dan een gewoon stokje. En dan een dubbel in die verlengde vaste, in de verlengde vaste een dubbel en 2 losse en in diezelfde opening weer een dubbele, dubbel stokje
Kijk, en dan begint het dat je ziet hoe het systeem werkt. Je hebt dus elke keer twee blaadjes aan de rechterkant. En in die verlengde, daar zet je, daarvan ga je terugtellen met een dubbel, een gewoon stokje en een enkel stokje. Dus we gaan nu nog een gewoon stokje in de volgende steek zetten. En een enkel stokje op de volgende. En dan gaan we weer 7 vaste maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan gaan we weer even terugtellen. Vanaf die verlengde, dit wordt een dubbele, dit wordt een gewoon stokje en dit wordt een enkel stokje. Dus we gaan nu een enkel stokje maken, door 3, dan een gewoon stokje, door 2, door 2 en dan in die verlengde een dubbel, 1, een dubbele, dan weer 2 losse, dan weer in diezelfde, want het is de hoek, een dubbele, dan weer een gewoon stokje, en dan weer een enkel stokje door 3. Kijk, en dan heb je al hoek 3 klaar. Wacht, ik zal hem even plat leggen. Zo kan je het beter zien. Hoek 1, hoek 2, hoek 3. En dan zie je hoe mooi die Afrikaanse roos in een vierkantje past. Maar we gaan weer even verder. Dus we doen nu 7 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaste. En dan gaan we weer terugtellen. Hier moet dus de dubbele in, hier een gewoon stokje en hier een enkel stokje. Dus 1 door 3, een gewoon stokje, door 2, een dubbel stokje in die verlengde, dan 2 losse voor de hoek en weer een dubbel stokje. En weer een gewoon stokje. Oh, ik sla een steek over, dus dat is niet netjes. Dus we gaan een gewoon stokje naast die dubbele. Dan een 1 door 3. En de rest maken we af met vaste. 1, 2, 3 en dan zijn we op het einde van de toer en dan hebben we nu dus de Afrikaanse roos in een granny gehaakt. Je moet wel een Afrikaanse roos maken met 8 blaadjes, want anders krijg je niet die rechte hoeken, dus 1, 2 en 2 aan elke kant. En ik kom zo bij je terug, dan haken we nog een mooi randje omheen en dan is die af. Dus ik zie je zo weer terug. We zijn nu geëindigd bij de toer van de flower in de granny te krijgen. Dus we sluiten deze toer met een halve vaste. En om nog mooier resultaat te krijgen gaan we nu nog 3 losse zetten. En dan gaan we hier nog allemaal stokjes omheen zetten. Dus in elke voorgaande vaste zetten we een gewoon stokje. In elke opening een stokje en nog in elke steek een stokje. En op die hoeken gaan we nog 1 stokje in de opening zetten en nog 2 lossen.
En dan weer één stokje in de opening. En dan gaan we weer in elke steek een stokje zetten. Kijk of ik goed hier heb ingestoken, ja. En dan komt de Afrikaanse bloem nog mooier uit, omdat je, ja, twee randjes is dan een echte granny, vind ik. Maar je kan natuurlijk ook zo laten, zoals je net met de vorige toer, maar net wat je het mooist vindt zelf. Maar met een rand stokjes eromheen, dan is hij helemaal af. Dus in elk voorgaande steek een stokje. Op de hoek zet je in de grote opening nog een stokje. Twee losse. Kijk, en dan gaan we nog een keer deze toer zo afmaken. Ik zal nog even tot deze hoek mee haken. Ik weet niet of we al twee los hebben gedaan, ja. En dan nog een stokje in de opening. Dan weer een stokje in elke voorgaande steek. Dus of dat nou een dubbel is of een enkel. Gewoon in elke steek één stokje. En dan weer in de opening een stokje, twee losse, en een stokje, en weer in elke steek een stokje. En als je op het eind van de toer bent, dus dan zie ik je weer terug, dan zijn we al bijna klaar. En we zijn nu op het einde van de toer met de stokjes en je ziet hoe mooi deze Afrikaanse flower hier in past. En het is ook leuk om ja, gewoon vierkantjes te hebben, want daar kan je dus tassen mee maken, dekentjes, kussentjes, alles. Dus dit is de Afrikaanse flower. Ik zal hem nog even afmaken, want we zijn op het einde van de toer. Ik zie dat deze drie, dit is het begin stokje, dus we eindigen de toer in het derde lusje. En we knippen het draadje af en we hechten netjes alles af. En ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Graag duimpje omhoog als je de video leuk vindt. En graag abonneren. En er komen nog veel meer leuke nieuwe haaksteken bij. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.